Is het lastig, Jon? Ja, klein beetje wel op zich. Je moet wel een beetje precies houden natuurlijk, om niet op het hout te komen. Maar op zich is het wel te doen. Laat ik het daarop houden. Wat vind je van deze stage? Ja, top. Ik heb vorig jaar had ik bij een vrijwilligersinstelling gedaan, bij Fort Island Pampus. En daar had ik een beetje, mijn vader werkte daar, dus ik had ook een beetje dit soort dingetjes. Alleen dit is toch weer wat meer in de praktijk, omdat het met die oude boten restaureren en schuren en dit natuurlijk ook verven. Dus het is iets fysieker, maar dit maakt het ook wel weer leuk dat je de hele tijd bezig bent. Je werkt een stukje mee aan het Huizer Erfgoed, besef je dat ook? Ja, precies. Ja, dat heb ik wel een paar boekjes gelezen toen ik hier voor het eerst kwam. Dus daar zat heel veel in over wat eigenlijk zo belangrijk en hier aan is. En welke boot, de achtergrond van de boot natuurlijk. Dus het voelt ook wel erg leuk om daar een stukje van te zijn, een beetje mee te werken. Ik ben Gerard Visser. Waarom heb je voor deze stage gekozen, Gerard? Het sprak me aan omdat het een beetje leek op mijn vorige stage. Toen zat ik hier in de jachthaven. En die overeenkomst, ja, dat leek me eigenlijk wel wat. Nog geen spijt van? Nee. Hier werk ik wel wat harder dan bij mijn vorige stage, maar dat is geen probleem. We werken hier aan de botters, zoals je wel ziet. We renoveren hem helemaal, we maken alles weer, alles wat zeg maar een beetje verouderd was, schilderen opnieuw, schuren opnieuw, zodat het weer gloednieuw eruit ziet als hij weer het water in gaat. Ik ben Milian Meijwaard. Waarom heb jij voor deze stage gekozen? Het leek me wel interessant en er stond voor stoere ketelbinken en zo. Dus we dachten dat we wel wat grover werk konden doen, dat we lekker bezig zijn in ieder geval. Wat ben jij nu aan het doen? We zijn nu die paal aan het verven. Ik weet niet precies waar dat van is, eigenlijk. Volgens mij is het een stuk mast. Ja, denk ik ook.